Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft gisteren een informatiebijeenkomst gehouden over het effect van COVID-19 op de toerismesector. Het ministerie wijst erop dat het nieuwe coronavirus dicht bij Suriname is, namelijk Frans-Guyana, Brazilië en nu ook Guyana. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Een van de directe gevolgen van deze pandemie is dat hotels, restaurants, winkels, luchtvaartmaatschappijen en andere reisgerelateerde bedrijven inkomsten mislopen omdat toeristen momenteel minder reizen. Ook worden landen waar het virus woedt vermeden. De bijeenkomst is gehouden in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid. Minouche Bourmet, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg BOG, ging uitgebreid in op de maatregelen van de autoriteiten. Ze benadrukte dat elke actor moet meehelpen om de gevolgen van een eventuele uitbraak in te dammen. Sowieso zal het virus op ons sociaal-maatschappelijk leven een impact hebben, en zeker op het bedrijfsleven. Daarom is het fijn dat u vandaag aanwezig bent om ons te helpen nadenken. De gaps of de stappen die wij niet aan hebben gedacht voor jullie bedrijfsprocessen, economische impact, etc. Het managementteam bestaat uit verschillende leden van het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor de Openbare Gezondheid, maar ook door bestaat het uit leden van verschillende ministeries. Er is een interministeriële werkgroep, er is een directeurenberaad. Er zijn zo een aantal actoren die dus denken over hoe de impact zo klein mogelijk te maken voor Suriname. Het managementteam dat zich bezighoudt met quick response, casusonderzoek, het bedenken van, of het samenstellen, niet het bedenken, het samenstellen van een standard operation procedure, mocht er een case zich voordoen, bestaat uit, wordt geleid door onze directeur van Volksgezondheid, Dr. Anders Cleopatra Jesseren. Zij schrijft ook iets later aan. Tot nu toe heeft Suriname geen bevestigde coronagevallen. Dit kan echter veranderen. Ajay Ramadin, rampencoördinator van het ministerie van Volksgezondheid, benadrukt dat alleen het Centraal Laboratorium een geval kan bevestigen. Wanneer we spreken over een bevestigd geval, wanneer de laboratorium bevestiging van COVID-19-infectie. Dus het moet bevestigd zijn door de lab-resultaten, ongeacht de klinische klachten en symptomen. Besmettelijkheid. Er is nu mens-op-mens transmissie, is aangetoond. De uitgebreidheid hiervan wordt nog onderzocht. Dat wil zeggen, u begrijpt, het is een nieuw ding. Dus er moet nog veel onderzoek gedaan worden voordat we exact kunnen aangeven wat de transmissie precies is en wat het nog allemaal zou kunnen doen. Door de WHO aangegeven, transmissie zoals andere coronavirussen. Je hebt al 7 type coronavirussen. Het is de 8e type. Het is niet een heel nieuw ding. Het is gewoon een beetje, het is anders. Vandaar dat het nieuw is. Dus er moet nog onderzoek voor gedaan worden. Over transmissie vindt plaats via druppels en via direct contact. U ziet een picture daar zo. Ik denk dat het duidelijk is wat we bedoelen met druppels. Ajay Ramadin, rampencoördinator van het ministerie van Volksgezondheid, gisteren tijdens een informatiebijeenkomst van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme over het COVID-19 virus. Er is onder andere gesproken over het effect van dit virus op de toerismesector.